Vader en zoon, twee heel verschillende mensen. Een zoeker en iemand die zich gevonden voelt. Niet een vinder, maar hij is gevonden, dat beeld. En bij beiden merk je de dynamiek. Bij beiden is het leven niet af. Bij beiden voel je hoe daar een beweging in zit. En die beweging moet erin blijven. Ieder op eigen wijze vindt dat terug in je werk. En als je zo ze beide tegelijk tot je neemt, dan voel je dat er ook een interactie tussen die beelden staat. Dat hebben ze ook heel bewust gedaan. De cirkel van Feiko met die cirkel van de dans. En zo zijn er meer van die interferenties die ik heel boeiend vind. En dat moet u zelf maar ook weer proberen te ontdekken. Ik eindig met dit beeld hier. Onze verwanten dragen we om ons heen. Onze verwanten dragen we om ons heen. Heel bewust denk ik dat je dat ook weer bij deze tentoonstelling hebt gezegd. Als je dit ziet, dan is dat dragen geen last. Het is eerder een gedragen worden. Die verwanten zijn vleugels. En dat voel ik ook bij jullie. Jullie heel verschillende mensen. Maar jullie dragen elkaar, inspireren elkaar. En daarom is het zo bijzonder dat jullie al voor de vierde keer deze gemeenschappelijke tentoonstelling hebben. Als we het toch over verwanten hebben, ik zou het ook wel eens leuk vinden als Hetty eens een keer bij een tentoonstelling van jullie mag meedoen met haar schilderswerk. En jullie hebben nog een dochter die ook de kunsten staat, niet de jongste heb ik begrepen, want toen was de koek op, zei ze. Maar dat zou natuurlijk geweldig leuk zijn, want jullie inspireren elkaar. En Hetty is heel trots op beide mannen, maar ik denk dat jullie ook met haar, ja, taalbeeldtaal ook heel gelukkig zouden zijn. Rest mij nu jullie heel veel succes te wensen met deze tentoonstelling. Ook het Oude Raadhuis, dat jullie ook nog wat over verkopen en zo. Daar heb je geloof ik ook baat bij. Ja, maar geweldig om dit zo te mogen zien en zo te mogen inleiden. Bedankt.